Hey, leuk dat je kijkt. Ik ben hier in gebouw De Rotterdam, in, het zal je niet verbazen, Rotterdam, vanwege het Eurovisie Songfestival. En samen met junior reporter Mathieu Hintze geef ik je de laatste update, zodat je helemaal op de hoogte bent voor die spannende finales. Vandaag gaat Mathieu naar de plek waar het deze week allemaal gaat gebeuren. Rotterdam Ahoy. En dat is best bijzonder, want er mag eigenlijk bijna niemand naar binnen. Je snapt het, met al die mega supersterren in de buurt is het natuurlijk extra streng beveiligd. Maar Mathieu zal Mathieu niet zijn als hij toch niet iets heeft weten te fixen. Vandaag mag ik een kijkje achter de schermen nemen hier in Rotterdam Ahoy. Als het goed is word ik opgewacht door Sietse Bakker. Hij is namelijk van de organisatie van het Eurovisie Songfestival. En nou, de rode loop ligt er voor me klaar, dus ik ga naar binnen. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Wow, dit is echt niet normaal groot dit. Hallo Sietse. Hey Mathieu, goed dat je hier bent. Ik ga je meteen je accreditatie geven, anders kom je nergens in. VIP-pas voor jou. Nou, dat is goed geregeld. Kijk eens jongens. En kijk, ik ben natuurlijk super goed in geheimen bewaren, dat weet je natuurlijk allemaal. Dus, mag je mij iets vertellen over de openingsact of iets wat niemand anders mag weten? Of echt een geheim? Nou, wat ik misschien wel kan vertellen is dat we hier in Ahoy allemaal dingen gaan doen die je nu als je rondkijkt nog helemaal niet kan zien. Dus om daarachter te komen, daarvoor moet je echt gaan kijken. Jammer. Wanneer gaan de artiesten beginnen met repeteren? De eerste artiesten en hun delegaties komen op 8 mei aan en dan gaan ze daar op het podium voor het eerst repeteren. Is er misschien een hele kleine kans dat ik misschien een stukje op het podium mag staan? Nou, met de pas die jij nu hebt, denk ik dat dat wel moet lukken. En ik ook. Yes! Is dat een... Ja, dat is een LED-scherm, toch? Ja, dat is een heel groot scherm en daar kun je doorheen kijken. Ja, waarom zodat... is dat? Nou, dat mensen die hier in de zaal zitten, dat als er op dat kleine podium hier wordt opgetreden, dat ze het nog steeds allemaal kunnen zien. En we hebben natuurlijk dat hele grote podium. Stel dat je een heel mooi intiem liedje hebt, dan kun je ook op het kleinere podium optreden. Dit lijkt wel een beetje op toen ik in Polen was. Maar dit is wel, kijk eens jongens, het is stukje groot. Ja, het is ook het Grote Mensen Songfestival. Daar hebben we iets groter podium voor nodig. Dit is wel heel cool hoor. Jullie hebben geen publiek, als normaal. Gaan die daar allemaal zitten op die bank of hoe gaat het in zijn werk? Alle artiesten zitten in de green room. Daar wachten ze met spanning af op de puntentelling. En die mogen allemaal daar gaan zitten. En dat is wel leuk, want dan kunnen ze ook nog hun medeartiesten aanmoedigen. Oké, dan ga ik richting de kleedkamers. Sietse, dankjewel voor je tijd. Succes. Dankjewel. Leuk dat je er was. Doei doei. Doei. Oké, ik ben nu bij de kleedkamers van de artiesten. En ik wil natuurlijk wel dat ze zich op hun gemak voelen. Dus ik heb wat cadeautjes voor ze meegenomen. Even kijken. Er staat eerst op mijn lijstje staat Stefania. Dat is natuurlijk Griekenland. Daar heb ik wat cadeautjes voor en dat is hier. Dus ik ga ze even inleggen. Stefania houdt heel erg van tomatencremesoep. Dus die hebben we voor haar meegenomen. Ze heeft natuurlijk ook meegedaan aan het Junior Songfestival met Kisses. Dus hier in de zin. En een kaartje erbij. Even kijken. Nederland. Ah. Oh nee, dat gaan we niet doen. Ik heb namelijk een hele speciale verrassing voor Sungun. Alleen dat ga ik jullie later laten zien. Zo, dat macarons voor Frankrijk. Frankrijk, als je dit ziet, bon appétit. En de artiesten moeten natuurlijk wel goed voor hun stem zorgen. Dus ik heb voor Engeland lekkere Engelse thee. Zo, wat lekkere lollies voor Bulgarije. Check. Dat betekent dat alles klaar staat voor de artiesten. Laat ze maar komen. Nou, ze worden wel verwend hoor. Ik lust trouwens ook wel een macaron. Iemand? Nee? Nou, Mathieu had het er maar druk mee, want hij mocht ook nog eens de aftelklok verzetten naar 5 dagen. Want ja, dan is het zover. De grote finale van het Eurovisie Songfestival. En wist je trouwens dat er 5 landen zijn die gelijk geplaatst zijn voor die finale? Dat komt omdat zij het meeste geld betalen om mee te mogen doen aan het liedjesfestijn. En er is nog een land wat gelijk in de finale staat en dat is ons kleine kikkerlandje, Nederland. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de winst van Duncan Lawrence de laatste keer. Morgen is dus de eerste halve finale, maar ja, wie is jouw favoriet uit de eerste halve finale? Laat het ons weten in de poll op juniorsongfestival.nl.
Voordat alle artiesten arriveren in Rotterdam, wordt er gerepeteerd met stand-ins. Nou, wat dat precies inhoudt, dat laat Mathieu jullie nu zien. Oké, we zijn op de plek waar het dadelijk allemaal gaat gebeuren. Het licht staat klaar, de cameramensen zijn klaar, iedereen is er klaar voor. Alleen de artiesten zijn er nog niet. En daarvoor hebben ze stand-ins. Dat zijn eigenlijk een soort van invallers. En die gaan ervoor zorgen dat dadelijk iedereen weet wat er op dat podium gaat gebeuren. Nou ken ik toevallig iemand die vandaag ook stand-in gaat zijn voor het Eurovisie Songfestival. Dat is namelijk Shannon. En ik mag nu bij haar repetitie kijken. In de in-ear-ruimte krijgen dus de artiest en de stand-ins hun in-ears. Dat is natuurlijk heel belangrijk in een grote zaal om goed te kunnen horen. En ze gaan nu ook, dus we gaan er aan lopen. Shannon, succes. 3 minuten. Oké, ik zie Shannon en de rest van de dansers op het podium staan. Dus ik denk dat ze zo gaan beginnen. Ze zijn nog de laatste dingen aan het bespreken, zo te zien. Ik heb er wat lichter gezien en zo. Het ziet er heel tof uit, nu al. Ik ben heel benieuwd. Ik heb net naar je gekeken, ik vond het er heel cool uitzien. Hoe ging het? Dankjewel. Ja, ging echt goed. Het is heel anders om nu echt met stage en alles te repeteren en licht en geluid. Ja, de hele sfeer en de hele setting is echt super anders. Dus je krijgt er wel echt super veel energie van en je voelt wel echt dat je gaat performen. Hoe is het om je in te leven in zo'n act van een land? Best wel lastig, maar omdat je veel repeteert kom je er wel natuurlijk in. En ook nu met al het licht en geluid en ja, alles eromheen. Is het wat makkelijker om je act in te leven? En ja, we repeteren het al lang, dus op een gegeven moment ja, gaat het vanzelf wel. Oké. Want je doet dus een stand-in act voor één land of doe je meerdere landen? Nee, ik doe er 7. 7 landen? Ja. Zoals? Ik doe Zweden. Die heb je gezien. Zweden? Ja, die heb ik gezien. Die heb je gezien. Zweden heb ik. Ik heb Roemenië. Dan hebben we nog Malta en Griekenland. Oh, Griekenland? Ja, Griekenland. Wat doe je voor Griekenland? Ik speel Stefania. Nee, joh. Ja, ik doe eigenlijk gewoon alles wat zij moet doen qua camerawerk of staging of waar ze naartoe loopt. Dat doe ik. Alleen het echte zingen kan ik niet, dat laat ik aan haar over. Maar de rest doe ik eigenlijk wel. Zodat alles goed en soepel verloopt als zij hier aankomt. Oké, je repetitie zit erop. Wat ga je nu doen? Ja, nou mijn hele dag is klaar, dus wij mogen naar huis. En super chill, mijn zus komt me ophalen. Dus ik hoef niet met OV. Dat is wel grappig, want haar zus is dus Rachel, de Rachel van het Junior Song Festival. Ik ben een teenager. Ja, goed. Ja, ik heb het gezien, het zag er goed uit hoor. Wat hoe vind je dat nou, dat ze dit mag doen? Ja, ik ben echt super, super trots. Ze heeft er keihard voor gewerkt. Ja. Dus ik ben echt meer dan trots dat ze hier mag staan. Echt. Ja, want jij hebt ook 10 jaar geleden meegedaan aan het Junior Song Festival. Waarom kijk je daarop terug? Ja, bizar. 10 jaar geleden alweer. Ik word echt oud. Nee, maar echt bizar. Bizar was dat toen. Echt superleuke ervaring. Onwijs veel van geleerd. Zulke toffe dingen mogen doen. Dus ja, ik kijk er echt, echt goed op terug. In Armenië was je 2e. Je was bijna 1e. We krijgen de 12 punten, maar we zitten er net onder 5 punten. Je voelde dan zo dicht bij de overwinning te staan? Op het eerste moment dacht ik, kon wel echt heel, heel, heel hard huilen. Omdat ik dacht, ah, zo close. Maar gelijk daarna wist ik ook van, ja, het is bizar om zo hoog te eindigen. Alleen Ralf is ooit een keer boven mij geëindigd natuurlijk. Maar nee, echt onwijs, onwijs tof dat je zo ver mag komen eigenlijk. En even over het Eurovisie. Ben je zelf een grote fan van het Eurovisie Songfestival? Absoluut, ik ga zeker kijken. Want stel je wordt een keer gevraagd om het Eurovisie Songfestival te doen. Hoe zou je dat vinden? Ja, ik zou gelijk ja zeggen. Ja? Ja, absoluut. Het is zo vet. Dus dat zou ik wel... Ja, ik zou het wel echt wel doen, zeker. Dus wie weet, jullie mogen me altijd bellen. Ja. Nou Rachel, leuk je even gesproken te hebben. Jij ook, nog heel veel succes met alles. En dan gaan wij weer terug naar de studio. Dit was het alweer. Ik hoop dat je het leuk vond. En kijk morgen weer, want dan hebben we een super vet exclusief interview met Destiny van Malta. Zij wordt dus getipt als winnaar en kan ook aardig dansen. Nou, het ziet er goed uit. Morgen de eerste halve finale. En kijken we onder andere met de mannen van Force naar de deelnemers. Zie je morgen.